kak, we hebben geen geld. Ja, maar nu hoef je nog echt, nu hoef je nog niet te betalen. Dus je moet wel geld niet pakken. Welkom bij deze summer special van de Gierengasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn en wij gaan naar Barcelona. Oh! Alweer? Alweer, ja. Ja. Maar we hebben één probleem. Wat is het probleem, Niels? Dat we geen geld hebben. Of course. Nou, we hebben wel één volle tank, dus daar kunnen we in ieder geval de eerste meets bij maken. Maar zodra die op is... Dan moeten we echt op een hele gierige manier aan geld komen. Ja, we moeten ook eten, drinken, slapen, dus dat gaat nog wat worden. Maar laten we eerst maar gewoon lekker naar België. Ja, lijkt me een goed plan. Jij rijdt. Ja, jij hebt geen rijbewijs. Oké, eerst stop België. België moeten we wel halen met één volle tank. België halen we makkelijk. Ja, en jongens, vanavond is België, Italië. Nou, laten we daarheen. Ja, toch? Kunnen we sowieso een paar dronken Belgen vinden die ons uiteindelijk een slaapplaats kunnen aanbieden, toch? Oké, dit is het plan nu. Waar gaan we heen? We kunnen naar Antwerpen, Brussel of Gent. Gent is leuk. Gent het is. Gent het is. Gent, here we come. Van de tank is een Ghana. België! Landeren! Ik ben nu goed bij Radijs, zotteke! Nou, de sfeer zit er lekker in, jongens. Iets waar we geen rekening mee hebben gehouden, jongens. Kak! Kak, we hebben geen geld. Ja, maar nu hoef je nog niet te betalen. Volgens mij moeten we wel geld nu betalen. Nu wel geen. Nee, ik heb nu een kaartje. Als nee, ik zag ze net wat overhandigen. €6 kost het. Hallo? Ja, ook €6 kost het. En wat als we geen geld hebben? We hebben kaart en pas. We hebben we niet. Niks mee. We hebben geen geld. Dan gaan we problemen krijgen natuurlijk. Ja, dat gaan we zeker krijgen. Dan gaan we even verdomd bril zien daar en daar gaan ze verder helpen. Ik moet wel even een paspoort hebben. Fucking hell, ouwe. Hoe gaan we dit doen? En nu? In principe hoeven we maar €6 te hebben. Goeiedag. We zijn met het programma bezig. We moeten graag naar Barcelona zien te komen. Dus we hebben geen geld. Hoe gaan we dit fixen? Ja. Je gaat er wel moeten betalen, €6. Ja. Maar hoe we dat kunnen regelen, is dat u iemand belt. Ja. Creditcardnummer. We gaan gewoon een familielid bellen. Van een creditcard. Hey pap, met Niels. Hey pap. Hey, ik heb een heel raar vraagje. Ik heb €6 nodig. Ja? Oké, top. Yo, hoi hoi. Moet zo snel mogelijk nu naar Gent. Ja, dus laten we het creditcard doorsturen. Ja. Hoe lang kunnen we op de snelweg blijven? Ja, u betaalt voor de tunnel. Voor de tunnel alleen? Voor de weg, voor de tunnel. Nou, heel erg bedankt. Mijn ID-kaart nog. ID-kaart, oh ja. Okay, yes. Je bent de baas. Dankjewel. Hey, maar dit grapje kunnen we natuurlijk niet nog een tweede keer doen. Dit is echt even een wake-up call, jongens. We need money. Het is wel rustig, man. Ja, voor een stad die zo meteen het EK mag beleven. Hey, maar ik zag net dat het betaalparkeer is. Doen we gewoon zwart parkeren? Oh, wat we doen? Marty heeft een geniaal idee. Oh, je hebt dit idee. Dan krijgen wij niet de boete. Nou, dat zijn wij niet. Als het deze lijkt hoor. Als je snel kijkt, dan lijkt het echt. That's how it's done. High five. Lekker buddy. Nou, we lopen in Gent. Het regent nog steeds. Ja, heel veel beter zijn we niet uit Nederland gekomen, zeg maar. Nee, het is wel een beetje uitstorven aangezien ze zo meteen gaan voetballen voor het EK. Hey, maar hier ziet het wel leuk uit. Hier moet het zijn, jongen. Italië, 1-0 voor. Kut voor ons. Als België wint, weet ik zeker dat de slaapplekker sowieso in zit. Ja, maar nu staat echt Italië voor, dus dan gaat iedereen huilend naar huis. Heeft niemand zin om ook maar 3 gastjes uit Nederland aan een slaapplaats te helpen. Nee.
Ja, dit is jongens, de wedstrijd is niet gespeeld. Huilen met de pet op. Even plan de campagne jongens, want we willen ook bier. Dan gaan we hier aan bier komen. Hebben een vraagje. Voor ons allemaal misschien 3 graag bier zouden bieden. Nee, hè? Nee, dat moet iets anders regelen. Dit is zo kut. Ja, ik heb iets bij me. Ik heb een bal en een Italië shirt bij me. En ik heb een kontje kicken voor 1 euro. Maar ik heb pas een rust. Oké, jij trapt af. Ja, we moeten het wel aan de man brengen, jongens. Ja, hossel de mensen, hossel de man. Oh. Die zouden eigenlijk niet de jaren best aan elkaar willen slaan, toch? Zou je het niet heerlijk vinden om voor 2 euro hem een kontje kick te geven in zijn van een tennis shirt? Ah, ik zit er sowieso naast. Doe ik het gek. Kom, oké, hoppakee. Yes, okay. Yes, okay. Yes. Okay. Yes. Oké, okay. 3, 2, 1. Oh. Kijk. Mis. 2 euro. Yes! Oh, helaas. Wie durft? Nog een keertje. Oeh! Oh, hij gaat ook proberen. Hij gaat ook proberen. Yes! Het kuitje. Wie is de volgende? Jij? Lekker! Andere kuit! Zo hard mogelijk op zijn race. Volgende? 1 keer, 2 keer. 2 keer. Ik geef het aan jou. Hoppakee. Ja! Je bent de baas. Monies. Je moet een wat programma weer hebben hoor. Oké, de wedstrijd beginnen we jongens. 26 euro al hoor. Ja, hey, jongens, laat even een biertje halen en de rest houden we gewoon in de pocket. Ja. Cool. Oké, 3 biertjes. Ja. Tweede helft is begonnen en wij proosten even. Ja. Ons eerste biertje. Pijn. België heeft met 2-0 verloren en dat is extra kut voor ons, ja. Want iedereen gaat nu een beetje naar huis en komt totaal niet in de feeststemming. Ik heb nu liever eten dan een slaapplek. Maar laten we even die knop omzetten, want slaapplek is wel belangrijk. Wij zijn op zoek naar een slaapplek. Kunnen jullie ons misschien helpen? Eventueel. Eventueel. Yes! Echt yes! Eventueel voor z'n drieën. Top zijn. Dat is niet zeker. Okay. Dat is niet zeker. Ik heb mijn vriendin in hetzelfde huis. Ja? En ik zie het pas als ik daar toe kom en als zij daar toe komt. Ja. En is het gelukt? Het is gelukt. Het is gelukt! Jullie hebben een slaapplaats vanavond op mijn kot. Wat zeg bij je? Bij jou thuis? Ja. In een kamer voor 3 personen. Yes! Lekker Nederland! Martijn, verpest het nu niet, alsjeblieft. Ja, dit is tof. We hebben gewoon slaapplek. Ja. Dit is echt tof. Maar voor 3 personen. Maar hoe laat gaan we weg? En mijn jongens, volgende bar. Joost, ik vind dat het tijd is dat jij nu eens 5 biertjes gratis gaat fixen. Je hebt nog helemaal geen ruk gedaan. Hoi, ik ben hier met mijn hele crew en ik vroeg me af wat jullie lekkerste biertjes zijn en of ik die mocht proeven. Wat bedoel je met proeven? Nou, proeven is eigenlijk heel simpel. Bij Saskero's Kruidzie, wij hebben geen budget. We hebben hele arme stakkers, maar misschien wil je meehelpen. Dingen van de tap worden proeven waarmee dat bieren van de tap kan proeven. Ja, ze hebben 5 kleine biertjes helemaal van de tap. Hartstikke bedankt. Allee, een topper. Dankjewel. Cheers, baby. Cheers. Je hebt avondeten fix? Avondeten. Ik zag jou hazen daar op onze buurman. Ik kan niet meer. Oh, dit is wel echt goud. Nou jongens, vertel, waar gaan we heen? Slapen. We gaan slapen! Yes! We staan nu in de crib van onze lieve gast hier. Ja, ik vind het bijzonder zwaar. Ik wil je daar maar ook even een handje geven. Echt, Serhuizer? Echt, thanks. Hoe fucking chill is dit? Ja, we hebben gewoon onze eerste slaapplek te pakken voor deze roadtrip. Boom! Vonden we dit nou een leuke video of wat? Nou, dat kan je beter aan de kijker vragen. Dus als jullie het een leuke video vonden, dan moet je vooral het duimpje omhoog geven. Vind je het ook zo leuk dat er nu 2 kussens zijn en die nu allebei opgeëist zijn door mij en Niels?
terwijl Joost heel druk bezig was met filmen. Laat het dan even weten in de comments. En abonneer ook gelijk op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Ja, en heb je nou een wens of je bent ergens naar nieuwsgierig, post het dan even op social media, hashtag nieuwsgierig of gierig. En wie weet zitten wij volgende week gewoon jouw probleem of een nieuwsgierig item. Ik denk het niet, want volgende week zitten we nog steeds in het buitenland. En dan ga je zien hoe wij onze reis vervolgen richting Sonar, oftewel Barcelona. Ja. Slaap lekker. Wat rusten. Kusje. Doei. Kusje. Mm. Slaap lekker. YouTube kusje.